Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki vertrokken naar Belize voor participatie aan 33e tussentijdse CARICOM staatshoofdenvergadering. CFATF missie voor vierde evaluatieronde naar Suriname. Minister Albert Ramdin installeert SCG-commissie. Suriname ontkomt niet aan consequenties oorlog in Oekraïne. Wet geweld en seksuele intimidatie arbeid moet resulteren in bescherming slachtoffers. En SAMA-project van LVV biedt ondersteuning aan de agrarische sector. President Chandrika Prasad Santokki is op maandag 28 februari 2022 in de vroege ochtend vertrokken naar San Pedro op het eiland Belize om te participeren aan de 33e reguliere tussentijdse CARICOM staatshoofdenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst, welke plaatsvindt van 1 tot en met 2 maart, heeft Suriname de gelegenheid bilaterale gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van Centraal-Amerikaanse landen. Naast de staatshoofdenvergadering zal er ook deelgenomen worden aan de 4e CARICOM SICA Summit op 3 maart. President Chandrika Prasad Santokki zal aan het hoofd van de delegatie in beide vergaderingen participeren. Met het staatshoofd reist ook mee minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking. Het Surinaamse staatshoofd bekleedt per 1 juli tot en met 31 december het CARICOM staatshoofden voorzitterschap. Hij zal zich sterk maken voor het verbeteren, versterken en het vruchtbaar maken van de samenwerking binnen de CARICOM. Tijdens de CARICOM staatshoofdenvergadering zullen de leiders zich buigen over onder andere de klimaatverandering, de financieel-economische situatie, politieke zaken, luchtvaart en de toerismesector. Ook zullen regionale en internationale disputen besproken worden. Gedurende de afwezigheid van president Santokki ligt de waarneming in handen van de vicepresident Ronnie Brunswijk. Suriname heeft voldaan aan alle vereisten die nodig waren, dus we verwachten een zeer soepele evaluatie te hebben. Woorden van Jefferson Clarke, de missieleider van de Caribbean Financial Action Task Force CFATF, die momenteel in Suriname vertoeft voor een vierde evaluatieronde van Suriname. Het team van de CFATF werd op zaterdag 26 februari 2022 ontvangen door president Chandrika Prasad Santokki op het kabinet. Daar gaf het staatshoofd aan blij te zijn met de positieve evaluatie van het team tot zover en stelt alles in het werk om het team alle tools aan te reiken die nodig zijn om een goed evaluatierapport op te stellen over Suriname. De CFATF is de waakhond van de regio als het gaat om het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Elk lidland is verplicht deze evaluatie om de 4 jaar te ondergaan. Laat me aangeven, we hebben net in gezelschap van de president hebben we een courtesy call gehad van het team van de Caribbean Financial Action Task Force. Ze zijn hier in verband met de mutual evaluation van Suriname. Dat vindt ongeveer om de 4 jaren plaats. Dit is onze 4e ronde. En het gaat om Suriname dat we ons financieel systeem richten aan de aanbevelingen, de 40 aanbevelingen van de Financial Action Task Force. Voor de regio hebben we de Caribbean Financial Action Task Force. Deze richtlijnen heeft overgenomen. En het team dat we hier hebben vandaag bestaat uit verschillende disciplines. Het gaat om law enforcement. Het gaat om financiële issues. Het gaat erom dat instituten in place moeten zijn. Het gaat ook om het feit dat de regels die we hebben ook goed worden nageleefd door onze instituten, zoals het Openbaar Ministerie, de Centrale Bank van Suriname, de Gaming Board en de FIU Suriname. Dit is een
een reguliere dingen, reguliere evaluatie. Die eigenlijk alle landen in onze regio van tijd tot tijd om de 4 jaar moeten ze door deze evaluatie gaan. Het is uit verdragsverplichtingen. Well, so far it has been a smooth process. Suriname has complied with all the requirements in terms of the information that we require prior to coming on site. The process is a two-stage process. It involves a desk-based review of the laws that are in place and also a review of what we refer to effectiveness information. So far, Suriname has been very compliant, so we expect to have a very smooth on-site mission. Right, so the two co-mission leaders are from the CFETS Secretariat, which is based in Trinidad and Tobago. And we also have a legal assessor. He's from Trinidad and Tobago as well. He is from the Trinidad and Tobago Police Service, their financial investigations branch. We have a law enforcement assessor, who is a senior police officer from the Royal Antigua and Barbuda Police Force. And then we have two financial assessors. One is coming out of the Cayman Islands, from the Cayman Islands Monetary Authority. He's originally from Uganda, but works in the Cayman Islands. And then we have the last financial assessor. He is coming out of the Bank of Jamaica. So it's a very experienced team of assessors for this mutual evaluation. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft op vrijdag 25 februari 2022 in de vergaderzaal van Bibis de Commissie voor Sustainable Development Goals, SDG, officieel geïnstalleerd. Deze commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van alle 17 ministeries, zal ervoor zorgen dat de SDG's geïmplementeerd zullen worden op elk ministerie. De SDG-commissie wordt belast met de inventarisatie en rapportages binnen de ministeries naar de regering toe. Maar de bedoeling is dat u begint te inventariseren op uw eigen ministerie wat past binnen het kader van Sustainable Development Goals. Want wij gaan moeten rapporteren. Wij gaan elk 2 jaar is het? Of elk jaar? Ja. Dus hoe meer we rapporteren, des te beter is het aanzien van Suriname binnen de Verenigde Naties in termen van de uitvoering van SDG's. Het planbureau heeft het goede voorbeeld al gegeven door alle maatregelen die zij hebben ontwikkeld of opgesteld te linken aan een van de SDG's. Het is niet een moeilijke opgave, maar het vraagt wel wat denkwerk om die connectie te vinden naar die bepaalde SDG's. U allemaal heeft beleidsplannen, ook, ook in de Nationale Assemblée, ABS, de andere instituten. Het is heel makkelijk om de activiteiten die u plant voor 2022-2023, om die te linken aan een van de SDG's. U gaat ondersteuning krijgen in dat proces vanuit het directoraat internationale samenwerking bij ons. En wat we graag zouden willen doen in de eerste fase is precies het inventariseren van dit. Zodat dwars door het beleid dat we willen voeren als land, dat de SDG's duidelijk herkenbaar zijn. Dat is maar één kleine taak. Daarnaast gaat u natuurlijk moeten propageren het idee van de SDG's. En SDG's zijn geen nieuw fenomeen, het is nu alleen maar beter georganiseerd. En je kan prioriteiten stellen, je kan kiezen. Wij gaan proberen op alle 17 terreinen, want dat is de taak van de overheid, om zaken te doen. In sommige gevallen gaan we naar samenwerking zoeken met nationaal het bedrijfsleven, maar ook met andere instituten die een bijdrage kunnen leveren op het stuk van welvaart en welzijn. Dus de religieuze organisaties, andere maatschappelijke groeperingen. En er komt een platform waarbinnen een deel, een vertegenwoordiging van de SDG-commissie samen met bedrijfsleven en anderen aanwezig zal zijn. Vandaag heeft dan de installatie van de SDG-commissie plaatsgevonden. Zou u me wel nog wat meer kunnen vertellen over het doel van deze commissie, mevrouw Bradley? Ja, goedemiddag. De minister heeft de SDG-commissie ingesteld omdat de
verschillende ministeries moeten zorgen voor de implementatie van de 17 SDG-doelen. Het is belangrijk voor ons dat er een integrale aanpak is van de doelen. Vandaar dat het belangrijk was dat alle ministeries vertegenwoordigd zijn, zodat we kunnen zien wat er vanuit de ministeries gedaan wordt om de doelen te implementeren, so to speak. Minister Armand Ashay-Bersingh van Financiën en Planning is op 24 februari 2022 in de Nationale Assemblée ingegaan op de zorgwekkende oorlogssituatie tussen Rusland en Oekraïne. Suriname ontkomt er niet aan hiervan last te ondervinden. Vooral op economisch vlak zullen de consequenties van deze oorlog, zeker op de brandstofprijzen en andere goederen en diensten, te merken zijn. Vanuit de Assemblée deed de bewindsman een beroep op de weggebruikers om wat zuiniger om te gaan met brandstof en alternatieven te bekijken. Voorzitter, aansluitend op wat collega Ramdien heeft aangegeven, de consequenties van de oorlog op prijzen van goederen en diensten, wij zullen daar ook last van hebben. Wij ontkomen daar niet aan. We zijn geen uitzondering wat dat betreft in de wereld. En we gaan daar ook een beetje last van hebben, met name als het gaat om brandstofprijzen en mogelijk ook andere goederen. We zien al hoe de brandstofprijzen zich ontwikkelen in de wereld en we zijn een over het algemeen overwegend importerend land als het gaat om brandstof. Dus we moeten daar realistisch over zijn en rekening mee houden dat we ook daar last van zullen krijgen. Ik doe daarom van deze plek een oproep aan de weggebruikers om wat zuiniger om te gaan, alternatieven te bekijken. En daar waar mogelijk, met inachtneming van onze budgettaire mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden, voorzitter, laten we daar ook realistisch over zijn. Gaan wij kijken hoe we deze maatregelen kunnen, zoveel als mogelijk kunnen, proberen te mitigeren. Tijdens de behandeling van de ontwerpwet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid ging minister Reshma Kuldeep Singh in op vragen betreffende het voorkomen en tegengaan van geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer. De essentie werd gelegd op de implementatie van procedures in bedrijven door deze te wijzigen of stop te zetten als werknemers geweld ondergaan of daartoe gevaar lopen. Volgens de minister moet aandacht worden besteed aan de slachtoffers die geweld, seksuele intimidatie en discriminatie ervaren. Het geven van bindende instructies aan werkgevers om werkomstandigheden en procedures in het bedrijf te wijzigen of deze stop te zetten als werknemers geweld ondergaan of daartoe gevaar lopen. Het doen van onderzoek naar de trends van geweld, intimidatie en seksuele intimidatie en het daarop geformuleerd beleid bekendmaken en uitvoeren. In het geheel moet aandacht besteed worden aan de slachtoffers die respect, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie tolereren en ondergaan. Zij moeten worden beschermd, voorzitter. Laten we, voorzitter, ook daarmee rekening houden dat diegenen die worden aangeklaagd juist wel een slachtoffer worden. Maar het steeds aanhalen van deze zaken, voorzitter, zonder informatie in te winnen, kan schade toebrengen aan personen die onschuldig zijn bevonden of waar het bewijs niet is geleverd. Maar dat we die mensen ook niet steeds afstraffen door geen baan of benoeming te geven of steeds te vernederen en hun carrière op het spel zetten. Ik begrijp, voorzitter, dat het gevoelige zaken zijn, maar als iemand, als de zaak niet is bewezen, voorzitter, moeten wij dat ook weten te accepteren. Een veilige werkplek en arbeid onder omstandigheden van gelijkwaardigheid
is geboden in onze grondwet en fundamentele internationale verdragen, waaronder ILO verdrag nummer 111 en ook het nieuw aangenomen verdrag nummer 190 betreffende geweld en seksuele intimidatie uit 2019. Hiervoor is ter uitvoering nieuwe wetgeving noodzakelijk die geweld in brede zin als mede intimidatie, seksuele intimidatie en pesterijen op de werkplek regelt. Erik Ceballos, Technical Advisor FAO en SAMAP van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij geeft tijdens de eerste multi-stakeholders waardeketenplatform bijeenkomst een werksessie voor exportgewassen aan, hoe er volgens hem gewerkt moet worden aan kwaliteitsverbetering en kwantiteit. Dit ten behoeve van de publieke en private sector. Deze bijeenkomst vond plaats op vrijdag 25 februari 2022. Als onderdeel van deze activiteit biedt het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, ondersteuning aan de agrarische sector bij het ontwikkelen van waardeketenplatforms. Dit moet ertoe leiden belanghebbenden in de waardeketenleveranciers van input, landbouwers tot verkopers en of exporteurs samen te brengen om de communicatie te verbeteren. Yes, this is one of the activities of the SAMA project to support the establishment of what we call value chain platforms. The value chain platforms are spaces where we bring together farmers, producers, processors, exporters, and the institutions that support the organizations to promote the development of production and exports, in this case of the fruits and vegetables sector. The focus of the value chain platform on fruits and vegetables are those that have export potential. Suriname has been already exporting certain products like sopropo, eggplants, peppers, and so on. And these products, while they have been integrating into the markets, have strong potential to improve not only the production but also the quality of their production and to be sustainable in those markets. So that is what SAMAP is trying to support, to improve the coordination of the different institutions to access to these markets better. On fruits, for example, the products that have a very strong receptivity and that they're working very strongly with, it's not only bananas, but Suriname is now increasingly the production of maracuja, for example, and those have also part on this workshop today. Nou, het is ons gevraagd vanuit SAMAP om te participeren in het proces omdat men wil werken aan obstakels die er allemaal zijn binnen de exportketen om de productie en het export te bevorderen. Dus wij zijn farmers en denken sowieso ook in de toekomst om te gaan exporteren. Dus het is belangrijk dat wij vanaf het begin participeren in het geheel om beter in te spelen op je investering en de nodige informatie makkelijker te kunnen krijgen hoe je gaat exporteren. Dus vandaar die participatie. Kijkers, en dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.